Wat we wel zien hier bij deze beglazing is dat er geen ventilerende glaslat aan de onderzijde is aangebracht. En normaal gesproken heeft een kozijn met een dubbele beglazing, die heeft aan de onderzijde een ventilerende glaslat. Het is namelijk zo dat er tussen de beglazing, het einde van je beglazing en je kozijnhout, daar zit een ruimte, een spoutje, en die zit eigenlijk hierachter.